Vandaag neemt sommelier Benoît Couderet van restaurant De Carmeliet in Brugge ons mee op zoek naar een lekkere Bourgogne-wijn. Samen met Xavier van Steenbergen van wijnhandel Dirkor in Moorsele proeft hij een ware ontdekking uit de Bourgogne om zijn gasten mee te verwennen. Kijk, Benoît, in de Bourgogne hebben we als prijskwaliteit topper de Saint-Véran van het domein La Source des Fées van het jaar 2010. Een domein van 7 hectare groot, wijnstokken van 70 jaar oud. Heel leuk domein, heel fris, geen vatlagering. Maar ik stel voor dat we die onmiddellijk een keer proeven om voor te zien hoe dat die smaakt. Maar veel plezier. Goed, ga naar de degustatieruimte. Dank u. Je merkt wel, Benoît, de mooie goudgele kleur van de Chardonnay. Gezondheid. De neus terug, denk ik, typerende reflexen van abrikoos, verse amandel. Zoals dat een Saint-Véran hoort te zijn, denk ik. En de mond, mooi mondvullend, botertoetjes, heel aangenaam. Bij welke gerechten zou je dat gaan combineren? Ik zou dat bij gerechten serveren, schaal- en schelpdieren die licht aangebakken zijn, eventueel. Ja, en eventueel met een iets vettere saus, mousseline of béarnaise. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Gezondheid. Meer informatie vind je op www.dirkor.be.